Maar heb je het over elektrolyse, dan heb je een heel ander verhaal. Moet je maar kijken. Bij elektrolyse heb je te maken met één bakje. En in het ene bakje staan twee elektroden. En die elektroden zijn verbonden met een batterij. En deze twee elektroden die worden positief en negatief door de batterij. Deze pool heeft een tekort aan elektronen en een negatieve pool heeft een teveel aan elektronen. En wat je dan moet doen, je schrijft gewoon op wat heb je allemaal bij de pluspool en wat heb je allemaal bij de minpool. We hebben in dit geval een natriumchloride oplossing. Nou, bij de pluspool heb je altijd water en de negatieve ionen, dat zijn Cl-ionen. En bij de negatieve pool heb je ook water en de positieve ionen. En dat is in dit geval Na+. En dan ga je kijken bij die positieve pool, omdat die een tekort heeft aan elektronen, welk deeltje het liefst elektronen afstaat aan die positieve pool. En dat is in dit geval het Cl-ion. Dus het Cl-, dat zal elektronen gaan afstaan en dan zal ontstaan Cl2, dus je de gasontwijking. Bij die negatieve pool, die heeft dus een overschot aan elektronen, die wil juist elektronen kwijt. Daar gaan deeltjes heen die elektronen willen opnemen. Welke van deze twee neemt het liefst elektronen op? Wat is de sterkste oxidator? Dat is in dit geval H2O. En als je het opzoekt in het tabellenboek, dan vind je deze vergelijking. H2O plus 2 elektronen geeft H2 plus 2 OH-. Dat hoor je natuurlijk ook te weten hoe elektrolyse precies werkt. Maar we moeten weer door. Metalen. Bij metalen heb je natuurlijk te maken met de metaalbinding, daar heb ik het al eerder over gehad. De metaalionen, atomen zijn gestapeld in een rooster. Een manier van stapelen is dat eigenlijk. En je weet, een metaal geleidt elektrische stroom. En waarom? Dat komt door de vrije elektronen. Een metaalmengsel, dat is een legering of een alliage. En als er ook nog kwik in dat metaalmengsel zit, dan noem je het een amalgaam. Dus metaalmengsel waarin ook kwik voorkomt. En je weet in metaalertsen, wat ze in de grond vinden, daar zitten alle metalen in de ionvorm. Koper bijvoorbeeld vind je alleen maar als koperionen in de natuur, in ertsen. Daar zitten natuurlijk ook altijd negatieve ionen bij. Dan gaan we nog eens even kijken naar de koolstofchemie. Je ziet hier, heb ik een aantal verbindingen opgeschreven. Als er geen dubbele bindingen in zitten, dan noem je zo'n verbinding verzadigd. Nou, dit is een koolwaterstof, waarom? Deze bestaat alleen uit koolstofatomen en waterstofatomen. Aan elk streepje zit natuurlijk een waterstofatoom. Deze is verzadigd. Deze is precies hetzelfde. Ik heb maar eventjes, laat zeggen, zo getekend, maar die is natuurlijk hetzelfde als die. En deze, daar zit een dubbele binding in, het is propeen, die is onverzadigd. Als er dubbele bindingen in zitten, dan zijn ze onverzadigd. En wanneer is nou een koolstofverbinding vertakt? Dat zie je hier. Hier heb je een langere keten en daar zit een zijtakje aan. Dat is een CH3 groep, dat is een methylgroep. Deze is onvertakt. Dat is één lange keten en deze is ook onvertakt. Je weet, de alkanen hebben als algemene formule CnH2n+2. Methaan, ethaan, propaan. Butaan, pentaan en hexaan. De zevende is dan heptaan. Die horen jullie natuurlijk te kennen. Met natuurlijk de molecuulformules erbij. Alkenen, dat zijn natuurlijk de alkanen waarin een dubbele binding zit. Die heeft als algemene formule de CnH2n. Twee keer zoveel waterstofatomen als koolstofatomen. Er zit natuurlijk altijd een dubbele binding in. Wat zijn dan halogene alkanen? Dat zijn alkanen waarin een waterstofatoom vervangen is door een halogeen atoom. Fluor, chloor, brom of jood. Alkanolen. Daarin zal je altijd de karakteristieke groep OH vinden. Bij de alkaanzuren vind je deze karakteristieke groep, C-dubbelgebonden OH. En bij de alkaanamide heb je de MH2 groep. Maar dat is pas nodig in het examen van 2016. Dan pas hoef je dat te weten, dus jullie hoeven dit op dit moment niet te weten. Wat namen? Dit is, zoek de langste keten op. Dat zijn drie koolstofatomen op een rijtje, dus dat is propaan.
Wat zit er aan vast? Er zit een chloratoom aan vast. Op welke plek zit die? Die zit op de tweede plek in dit geval. 1, 2, zo laag mogelijk nummeren. 2 chloorpropaan. Dit is ethaanzuur. Neem ook het C'tje mee van de zure groep. Er zitten 2 koolstofatomen in, dus het is ethaanzuur. Dan hebben we hier 4 koolstofatomen op een rijtje. Dat zou butaan zijn. Maar je ziet op de tweede plek zit een OH-groep, dus deze noemen we 2-butanol. Je ziet, ik tel niet hier vanaf, het is niet 1, 2, 3, nee, zo laag mogelijk nummer. Dus ik begin hier 2-butanol. Een additiereactie heb je altijd als er een dubbele binding aanwezig is. En een additiereactie kan je hebben bijvoorbeeld met waterstof. Wat gebeurt er dan? De dubbele binding springt open. En aan beide koolstofatomen komt een nieuw atoom, in dit geval een waterstofatoom. En je ziet van propeen maak ik op die manier propaan. Je kan ook de halogenen kan je adderen. En als voorbeeld heb ik hier genomen brom, BR2. En wat gebeurt er dan? De dubbele binding springt open. Dat zie je hier. En aan beide koolstofatomen komt nu een bromatoom. Er ontstaat hier 2,3 dibroombutaan. En op die manier kan je ook dubbele bindingen aantonen. Want het broomwater, broom wat opgelost is in water, dat heeft een bruine kleur. En als je een paar druppeltjes broomwater bij deze verbinding zal doen, dan zal dat ontkleuren door die additiereactie. En dat is dus de aantoningsreactie van dubbele bindingen. Ook water kan adderen aan dubbele bindingen. En wat er dan gebeurt is de dubbele binding springt open. En wat zie je? Aan het ene koolstofatoom komt een waterstofatoom. En aan het andere koolstofatoom komt een OH-atoom. Dus er ontstaat hier in dit geval ethanol. Jullie moeten ook weten wat vergisting is. Dat is bijvoorbeeld de manier waarop ze wijn maken. Glucose, dit is de formule van glucose, C6H12O6. Dat wordt door bepaalde enzymen, wat dan in gist zit, door die enzymen wordt die glucose omgezet in alcohol, C2H6O, en in CO2. Deze vergelijking wordt nog wel eens gevraagd op het eindexamen. Dus zorg ervoor dat je dat weet. Uit glucose ontstaat alcohol, ethanol en CO2. En dan natuurlijk nog kloppend maken, vanzelfsprekend. We gaan eens kijken naar een reactie waarbij een ester gevormd wordt. Je ziet, ik heb hier ethaanzuur, je ziet hier de zure groep. Ik heb hier methanol. Het is altijd zo dat als een zuur reageert met een alkanol, dan ontstaat er een ester. Dan zie je, er splitst water af. Hier gaat OH weg, daar gaat een haartje weg, dus er splitst water af. En dit stukje komt vast te zitten aan dit stukje, dat zie je hier. En dit wat ik hier groen omcirkeld heb, dat is de estergroep. Zo'n ester moet je dus ook kunnen herkennen in een formule. Je ziet, er ontstaat een ester en er ontstaat water. En die ester is gemaakt van ethaanzuur en methanol. En zo noem je dan ook van waar die van gemaakt is. Zo'n ester kan je ook weer afbreken. En dan moet je er water bij doen. Dan noemen we het een hydrolyseontleding door middel van water. Je ziet, ik doe er water bij deze ester. En dan krijg je de omgekeerde reactie. Dan ontstaat er weer, hier in dit geval, ethaanzuur. En dan ontstaat methanol. Dus weet hoe je een ester maakt. En weet ook dat je een ester weer kan afbreken met water. Hetzelfde gebeurt ook als er een vet gemaakt wordt. Hoe moet je een vet maken of een olie? Hoe doe je dat? Nou, ik heb hier 1, 2, 3 propaantriol, oftewel glycerol. En dat kan je laten reageren ook met zuren. Kijk maar, dit is een vetzuur. Dat kan je vinden in tabel 67b. En wat gebeurt er dan? Bij zo'n OH-groep kan zo'n zure groep weer een ester vormen. Kijk maar eens, dan gebeurt hier, ontstaat hier weer een estergroep. En dat gebeurt niet alleen bij deze OH, maar dat gebeurt ook hier en dat gebeurt ook daar.
Je krijgt dan een nieuw groot molecuul, wat eigenlijk een triester is. Want je ziet, zit in het ene molecuul, hier zit een estergroep, daar zit een estergroep en daar zit een estergroep. Het is een triester. En er worden ook dan, in dit geval, drie watermoleculen afgesplitst. Plus 3 H2O. Dat is dus de vorming van een ester. En vorming van een vet of een olie. En zo'n vet of een olie, dat kan je ook uiteindelijk weer afbreken door er water bij te doen. En dan krijg je weer de omgekeerde reactie. Dat noem je dan ook natuurlijk in hydrolyse.